Dromen, uh, plannen, producten, je kunt allemaal fantastische ideeën hebben, maar uiteindelijk heb je gewoon geld nodig. De banken doen steeds vaker de deur dicht, dus op zoek gaan ja, naar nieuwe middelen om, uh, om geld binnen te halen. En dan komen we bij jou terecht, Stefan Schuileman van Massafinanciering.nl. Jij bent de man van het geld. Nou ja, zo mooi is het helaas niet. <laughs> Dat, uh, ik kom toch met een dunnere portemonnee dan veel bedrijven nodig hebben waarschijnlijk. Eh, Massfinanciering is, is niet zozeer eh, een, een geldbron, het is toegang tot geldbronnen. Eh, crowdfunding, is, ja, precies. Het is crowdfunding, dus eigenlijk een, een verbinding maken, een platform voor een verbinding tussen bedrijven die geld nodig hebben voor een project, een product, een acquisitie, eh, en eh, particulieren veelal of bedrijven die zeggen: ik heb wat geld over en ik wil dat wel rendabel steken in een leuk project wat ik snap en waar ik wat meer rendement voor krijg. Ik word morgenochtend wakker en ik denk: ik heb een keihard idee. En ik ga googlen en ik heb geld nodig en er staat massa financiering. Ik ga even mailtjes sturen en zeg: Wauw, Stefan, ik heb een tof idee. En jij doet dan crowdfunding. Hoe ga ik dit oppakken? Dan hebben wij eigenlijk twee kanten van het verhaal. Eén is, is de, 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 de risicoanalyse. Want we willen wel proberen ervoor te zorgen dat de, de investeerders een overzichtelijk risico lopen. Dus we gaan kijken, jij ja, als persoon bent van: Nou, uh, hoe is jouw krediethistoria, situatie, stop je eigen geld in het project? En aan de andere kant heb je het softe verhaal, eigenlijk meer de emotie waarin je jouw goede idee en jouw passie verkoopt aan de crowd. Maar dan denk ik, nou heb ik mijn idee neergelegd, dan ben ik mijn idee kwijt. Uh, als, het, als het echt iets te maken heeft met, met nog niet beschermd intellectueel eigendom, dan is dat inderdaad een risico. Maar sowieso mag je een idee niet openbaren als je het nog niet gedeponeerd of vastgelegd of beschermd hebt. Dat is, dus dat, dat is, is stap 1. Ja, eerst je idee beschermen. En dan komt dat op, een, op jullie website, neem ik aan, massafinanciering.nl. Ja. En dan uh, moeten de ondernemers er nog bij, of de investeerders moeten ja. er nog bij. En hoe gaan die jullie vinden? Nou, die gaan ons vinden via sowieso de eigen netwerken en de sociale media als LinkedIn en Facebook en dergelijke. Um, en die gaan kijken van nou, welke projecten spreken mij aan en, en waar kan ik mij in vinden. En zeg ik van nou daar wil ik 100 euro of 200 euro of 500 euro in steken. Het lijkt alsof het geld voor het oprapen ligt. Um, nou, ten dele is dat ook zo. Ik denk dat als je kijkt naar het, het, het sparen in Nederland is er nooit zoveel spaargeld geweest. Alleen uh, mensen weten niet zo goed waar ze mee naartoe moeten. Uh, banken, uh, ja het, het, het levert niet heel veel op. Uh, de beurs, ja wat moet je daarmee? En aan de andere kant een stuk onder elkaar dingen regelen. Het, het, het zogenaamde peer-to-peer. Dus onder elkaar de zaken oplossen. Neemt toch een vlucht. Het is echt een trend. En dan, denkt de investeerder, what's in it for me de laatste vraag? Want je moet ze binnenhalen, maar ze moeten toch ook wat terugkrijgen? Uh, een betere rente en een mooi verhaal. Daarbij wel gezegd hebben dat het wel gewoon risicokapitaal is. Dus de crowdfunding die levert eigenlijk voor beide partijen een voordeel op een win-win situatie. Absoluut. Ik ga die site in de gaten houden. Hartstikke leuk. Dankjewel, tot ziens. Dankjewel. Succes. Dank je.